vrouwen en heren schepen, geachte politiecommissaris. Als lid van de Koninklijke Carnavalraad heet ik u van harte welkom op deze openingszitting van Carnaval 2016. Verder zou ik gedurende toespraken een beetje stilte willen vragen in de zaal en de gsm'tjes op uit te zetten, alstublieft. Uiterlijk een half uur na het einde van deze zitting kan u bij de leden van de Stedelijke Feestcommissie de aanwezigheidslijst tekenen en het reglement afhalen. Dat zal gebeuren hier vooraan het podium. Dan wil ik na meerderheid even de volgorde van de toespraken overlopen. Ik krijg een eerste toespraak voorzitter Carnavalrood, toespraak comitévoorzitter, toespraak Prins Yves, voor de prinsen komen Prins Simon, Wettel en Krabber, ridders in de wortelorde, de Stedelijke Feestcommissie, schepenen Mark Torkes en als laatste voorstelling van de carnavalsaffiche 2016. Mag ik daarna raadsvoorzitter Pascal Keraal in de redeton vragen die de eer heeft deze opening te zitting te openen. Dat is voor mij nog vroeg, hè. Zomaar nog veel carnavals mee mogen, want ik zie er anders direct geen oplossing voor. Maar toch, we zien wel. Ondertussen heb ik gezien dat stadsbestuur gegraveerd is, dus val ik erop dat we gaan wachten. We zijn sorry voor het oponthoud, maar ze zijn aanwezig. Geachte mevrouw de burgemeester, geachte heer ereburgemeester, mevrouw en heren schepenen, geachte gemeente OCW-raadsleden, geachte politiecommissaris, geachte voorzitters, geachte carnavalisten, beste Wettelkrabbers en last but not least, goedemorgen Prins Yves. Als voorzitter van de Carnavalraad, Koninklijke Carnavalraad, heet ik jullie allemaal welkom op deze 11 november zitting. Onze jubileumeditie van 55 jaar is gepasseerd. Een jubileum om fier over te zijn. Een prachtige, grote, kleurrijke stoet, worden we allemaal het beste van haarzelf het gegeven. Ik moet Noël ten Uyck allemaal bedanken voor deze schone carnaval. Natuurlijk, on alles zijn ook negatieve kanten. En die hebben we ten Uyck besproken op de Valahoosje vergadering. Maar daar moet je niet nog zeker een keer op weerkomen. Het allemaal hier vandaag ook allemaal van de witte manen gezien. Normaal gezien op de oefening van carnaval zijn die nooit of zelden aanwezig. Federatie Europese NARM, dacht ik. Welkom hier op de opening van carnaval. Voorzitter, bedankt. Ik ga dat leuk zeggen. Het gewezen raadslid. De boeken, dat is hier in ieder geval zeggen. Zietje Rukbaal, Hunter, bedankt voor je aanwezig te zijn. En veel succes in een nieuwe carrière. Vandaag stond het programma
eerst ik aan de voorzitter van de Koninklijke Carnavalrood. Voor de eerste keer stond ik hier ook in bed met blauw bloed in mijn lijf. Ik heb ik hier aan veel personen met dat prinselijke titel gegeven, waar ik zelf ben nog nooit niet geweest. Ik ben dan ook fier dat mijn vereniging in aanmerking is gekomen om deze titel van koninklijk te mogen vieren. Ik stond te blinken door een heintje, samen met mijn raadsleden, wat de gouverneur om onze titel in ontvangst te kunnen pakken. Al mijn viergangers in de rood hebben ermee verder gezegd gedurende die 55 jaar dat we deze titel in ontvangst moesten krijgen. Ook bedankt voor die meisje. Wie dat ik na eerst en vooral ik wil bedanken, het is niet de bedoeling dat er hier veel vereermerkingen gegeven werden op 11 november, want normaal komt dat op een machtsoverdracht. Maar ik vond, het is vrij recent dat er een wissel geweest is van de burgemeester. En ik weet, de machtsoverdracht is altijd verder burgemeester. En aangezien dat er een burgemeester nummer is, kost ik heb daar ook niet meer betrekking in het spel. Maar ik vind het tof, ik heb hem gisteren gebeld, Michel, dat is wat op bij ons komen, onder zijn carnavalisten, hoe dan toch veel gedoe heeft. Ik heb even op weten komen. Michel Casteur, iedere burgemeester na sinds vorige week. Iedereen wist dat Michel geen carnavalist was. Maar ik hoop ook, en niemand waarschijnlijk, gepijst dat Michel op het podium ging staan om een liedje te zingen over zijn eigen matras. Michel wist als geen ander dan niet of nummer zonder zijn carnavalkamer. En heeft dan ook soms belangrijke beslissingen helpen goedkeuren en dat allemaal in het welzijn van onze carnaval. Enkele vuurpijlen ervan. Noodsloten van de Zon Roosevelt wisten dat carnaval geen groot probleem zat. Want dat was Stijn op dat moment de tempel van onze carnaval. Door zijn connecties met de toenmalige bestuurders van de Parafan mochten we onze eerste tent plaatsen op het domein van Parafan. En zelfs nog op kosten van Parafan. Nodien heeft ervan gezegd dat er een tent mocht komen op dat brokliggende terrein van Sienoord op de Centrumlaan, waar daarna dan niet gebaasd wordt. Loter heeft er ook kunnen gezeggen dat we de drumlocatie gekregen hebben op de Centrumlaan zelf. Wat kan een carnavalorganisatie in meer weesken als het stad, de stadsweg, de Eufstadsweg mee gebruiken van carnaval? En dat allemaal in functie van carnaval. Natuurlijk, er is ook een nieuwbouw gekomen en het was ook niet meer mogelijk om die tent op te plaatsen. En Danny Michel was in contact gebracht met Walter Praat van Chloe Confectie, met dat menage. Michel bedankt voor de goede samenwerking met haar en haar bestuur. Nooit 20 jaar heb ik hier om voor de eerste keer een vrouwelijke burgemeester te krijgen. Ik heb natuurlijk al 2 jaar in een escape binnengewerkt, dat ook heel goed verlopen is, hè Veerle? Maar nu krijg ik burgemeester Tanja de Jonge. En ik hoop dat ze zaak hier aan de carnavalskant ook ten beste voor ons allemaal, gelijk dat Michel dat voor ons gedroomd heeft. Michel, als afscheid heb ik een kleine attentie meegebracht. Het gaat dan goed in haar verdere carrière als opa. Ik heb begrepen dat haar meer tijd wil steken in haar kinderen en haar kleinkinderen. Maar wat ik wel hoop, is dat haar agenda al een keer gemokt heeft met haar Maria. Want ik pijs, nu al die woorden van afwezigheid, dat je door het goedste probleem moet hebben. Michel, kun je even tot mij komen? Ik heb een klein dienstje van jou te veranderen. En ik pijs beste carnavalisten dat dat onder een davend applaus mag gebeuren.
Ik verschoot toen Pascal maar gisteren bendigen met de vraag om vandaag hier te zijn. Ik heb direct van ja gezegd, zonder dat ik wist waarover dat zou worden. En ik heb maar direct op dat papier gepakt, want ik veronderstel dat Pascal verwacht dat ik een woordje zou zeggen. Maar het is de laatste weken al heel erg geweest. Het begon met de 29e op de gemeenteraad. De speech van alle fractievoorzitters en van allemaal een serieuze fles. Ik heb nadien gezegd, het is precies hoe dat ik je moest speechen belasteren tijdens mijn begrafenis. Alles was super positief. Ik wist niet dat ik echt zo een goede burgemeester was. Ik wou een keer rondgekeken of dat er iemand anders was die moest gevierd worden, maar nee, het was vermaak. Het is spijtig dat ze dat niet gedaan hebben voor de laatste verkiezingen. Alhoewel, ik vroeg me af of ze al die goede dingen gezegd hebben om haar te bedanken of omdat ze content zijn dat ze van mij vanaf zijn. En toch moet van Forza heeft mijn vrouw een cadeau gekregen. Een prachtige kurf met van alles in. Moet weten wat er van onder lag. Een paar handboeien en een keet. Waarschijnlijk omdat mijn vrouw maar zuur kan vastleggen als ik zo goesting heb om nog door de gemeente te voeren. Maar ik ben absoluut niet van zin om nog naar die muppetshow te gaan. Want er zitten door dat twee aanzeurende mannetjes, Stedtler en Waldorf, of Sjaak Timmermans en Freddy van Eekhout. Een derde zou er niet maar vast. Maar om nog eens terug te komen op Forza, het is heel speciaal op Gidaasleer. Dat is in feite geen slechte mens. Enige jaren geleden worden hij en ik een pintje van drinken in Gisberg. Maar dat moet je gezien hebben van de Tjeven. En direct vroeg de berichten is nog niet of van de burgemeester is een coalitie ontmaken met Vlaanderen. Maar dat zijn de Tjeven. Overal zijn ze direct gevoerd. Ze hebben schrik dat ze nog een keer zetels zouden verliezen. Alhoewel dat dat moeilijk werd, want ze hebben er met de veel meer. Alleen, wie zou maar durven wijzen dat geen zo'n trachten van in de meerderheid van de stad te gaan zitten? Of meer nog, burgemeester te werden. Alsof dat trek afstond. Ongelijk wie, zelfs zo'n takken. Als u een brave mens. Alleen, wat doet nou maar niet voor carnaval en zeker door voor de verkiezingen? Hij geeft dan alle carnavalgroepen een bak bier. Ik kan dat niet. Want ik kan hier om de kas van ons kwartaal. Maar raag die kas zelf bij hem voor de zekerheid dat er niks zou mee gebeuren. En ook voor de carnavalsroet is het graalijk in de weg. Aanrie de Corijn, die er is, die naast zijn kamerhoed is, want ze zitten samen in de oppositie. Maar nou om weer te komen op hun initiatief om iets te doen voor de carnaval. Ze hebben alle twee aan Jor gevraagd om de boekhouding van de Rood, te kunnen inzien. Nee. Niet om te weten of dat de rekeningen en de uitgaven kloppen. Belangen niet. Het is gewoon om te zien hoe dat die mensen wil toekomen bij een inkomsten. En moest het zijn dat ze tekort hebben, dan zouden ze willen tweeën dat tekort balen hebben. Dus altijd een slechte gedachte. Ze hebben de rekeningen mogen inzien en ze worden zo ontgoocheld dat alles klopte en dat er genoeg geld was. Gewint en ik er iets goed. Maar hier heb ik heel dikke small chance. Ze trokken van de zomer naar Frankrijk met een van zijn vriendinnen. Hij heeft er blijkbaar nogal veel. Maar dat is zo. Hoe je er nog op de leer stond, hoe meer vrouwen dat ik in heb. En ze gaat je af te prestoren. Waar het volk, juist één koppelke, juist achter hun en die Frans spraken. Dat is normaal in Frankrijk. En als ze goed gegeten hebben, zeg je tegen zijn vriendin, schat zeg, ik ga naar vleus en net een keer goed soigneren. Lekker als je nog nooit gesoigneerd bent.
En dat begint een half uur klaar te liggen, want dat zijn kwaliteit. En als je dat kan gedoen heeft, stoot dat koppel achter uw blok. En als zo hier zijn tafel passeren, zegt die vrouw in Vlaams: ik wens jullie nog een heel spannende nacht. Die man was de Fransman, ik sprak al eens zijn moeder toe, maar ze was van een of zeven pas elf verdedigd. Die was direct al zijn capaciteiten kwijt. Beste carnavalist, ik mag dit land trekken, het is mij gezegd. Nou, ik is serieus. Ik heb al gesproken over de feestelijke gemeenteraad. Nadien was er nog de feesteling van de partij. Maar wat dat maar het meest plezier doet, zijn twee zaken. Ten eerste, de feestzitting die georganiseerd werd door het personeel van de stad zelf, zonder de bemoeienissen van de politiek. Dat heeft me echt oorgegrepen. En ten tweede is hier vandaag. Dat ook ik niet verwacht. En daarom, leden van de carnavalsgroep, alle mogelijke carnavalisten, formidabel bedankt. Dat zijn de schoonste momenten van mijn leven die ik mis zal vergeten. Bedankt en we zien ons weer op de volgende carnavalsevenement. Dank u.